Het is vandaag dinsdag 17 april en wij zijn in het Sauerland bij het woonmobielpark Winterberg. Hier zijn 70 plaatsen. Het kost €15,30 en dat is op ongeveer 740 meter hoogte. In de winter is het hier altijd heel erg druk. We zijn deze winter hier geweest, krijgen bijna geen plaats. En nu heb je nog veel ruimte. Kijk maar het uitzicht wat je hier hebt. Van het bovenste terras. Want die hele camperplaats is in, even kijken, 1, 2, 3 terrassen. En wat ze hier op dit moment doen is verbouwen. Dit gebouw. Dat wordt helemaal gerenoveerd. En daar komen vakantiewoningen komen erin. Er komt een nieuw kantoor. Een nieuwe kiosk. Een klein bistro komt hierin. Kijk eens. Ik ga er maar even met de video in. Ik mag er zeker nog niet in lopen. Dit is een gedeelte. En ik heb begrepen dat hier ook een klein barretje in komt. En hierachter, daar moet de receptie verschijnen. En dit gebouw is tamelijk groot. Dus daar gaan, geloof ik, als ik het goed begrepen heb, 4 vakantiewoningen gaan erin. Ik loop er even omheen, dan zie je hoe groot dat hier is. Allemaal vakwerk. Dat is een garage. Die hebben ze nu als bergruimte. Maar kijk, en dan heb je hierachter nog heel veel grond. Hier is een hut. Die wordt gebruikt voor barbecues. Die kun je als camperaar kun je die echt zelf gebruiken. Nou ja, en dan komt weer dat hele mooie uitzicht wat je hier hebt. Dit wat je hier ziet, dat gaat allemaal weg. Ook de containers gaan weg. Die komen ergens anders. En dit gaat ook allemaal weg. Waarom? Omdat ze willen de oprit hier wat breder maken. Zodat er ook wat grotere campers op het bovenste terras kunnen staan. Dat wordt ook verbreed. En ik loop even langs het huis van de eigenaar. Want die woont hier namelijk. En naar de straat van Neu-Astenberg naar Molzeifen. En hier komt alles om de camper te verzorgen. Dus op dit plekje hier, daar kun je straks je grijs water kwijt. Daar kun je je water tappen. Dat komt allemaal hier aan de straat. Zodat dit allemaal vrij blijft. Voor de campers. Je kunt natuurlijk ook je gasflessen hier ruilen. Alles is in twee talen. Dat is trouwens in het hele Sauerland. Als je naar Winterberg gaat, dan zijn gewoon overal worden er twee talen gehanteerd. En dat is Duits en Nederlands. En als je hier naar beneden loopt, dan ga je naar het sanitair gebouw. En daar ga ik even nog met jullie naar binnen. Als je hier binnenkomt, dan heb je aan de ene kant de douches en toiletten voor dames. De andere kant voor mannen. Ik zal er even inlopen, maar eerst wil ik jullie laten zien. Hier kun je afwassen. En hier staan twee machines. Dat is een droger en een wasmachine. Natuurlijk gaat dat allemaal via muntjes. En nu ga ik even met jullie de douche in. Dit zijn dus de toiletten. En hier gaat het naar de doucheruimtes. En ook dit gaat via munten. 50 cent, 6 minuten douchen.
En zo ziet het er binnen uit. Hier heb je een tent als je met groepen komt of als je een verjaardag wilt vieren. Dit is de huidige receptie, maar dat gaat allemaal weg. Niet de blokhut, maar de receptie. Dat gaat naar boven in dat vaste gebouw. Maar ik laat het even nog zien. En daar gaat alles in.